Jij loopt. Ja. Nou, try-out. Ja, ik heb inspiratie. Sinds tijden. Ik heb jaren geleden, praat ik over lange jaren geleden, ben ik er serieus mee bezig geweest om me te gaan profileren met een. Toen was YouTube en al die gein, dat was er nog niet eens. Maar dan deed je dat nog via, ja, boeken schrijven en zorgen dat je dan. Ja, internet was er wel, maar zoals nu YouTube en dat het zo homemade is allemaal, dat had je toen nog niet. Maar ik heb in die tijd al gehad van, oh, dat wil ik gewoon met koken en laten zien wat ik doe. Maar degene die het deden, die deden dat zo professioneel in die tijd. Want zo huis, tuin en keuken, zoals iedereen dat tegenwoordig etaleert. Dat had je toen niet. Maar dat is er inmiddels wel. En we zijn, ja, toen had ik echt die ambitie, weet je wel. Van, goh, hoe ga ik dat doen? Nou, mijn hobby is niet veranderd. Dus, here we are today. Ik heb het nog heel weinig gedaan, zoals ik al zei. En ik zei ook al in mijn eerdere filmpje dat ik koolrabi heb gekocht. En dat ik misschien wel straks daar iets mee zou gaan doen. En we gaan het doen. Mijn vlees staat nog steeds even lekker te marineren als voorheen. Er zit wortel in, heel dun geraspte, of geraspte, gesneden wortel, prei. Dat heb je wel kunnen zien ook op het filmpje. En wat ik vergeten was, noemen ze piment. Pimentkorrels heb ik meegestampt. Met die peperkorrels, vier seizoenen peper, wel piment. En piment heeft een hele specifieke smaak. Een besje is dat ook, hè, piment. Een soort smaakversterkende werking heeft dat op een gerecht. Dus dat. Ik ga even mijn koolrabi pakken. Tot zo. Hoi. Ja, leuk. Zo terug. Ik pak gelijk even een paar dingen meer. Dille, yoghurt, ei. Ja, ik heb vanmiddag ook lekkere biologische appels gekocht. Want op een of andere manier, als ik het idee heb dat een appel bespoten is met weet ik wat voor troep, dan hoef ik hem niet. Ik heb, nee, in het geval van appels staat me dat echt tegen. Dus als ik appels koop, ik doe het niet vaak, maar dan zijn ze biologisch. En die ga ik gebruiken. En ik ga een paar eieren koken. En ik heb een eierkoker. En die zijn handig. Ik heb hem ooit gekregen. Toen dacht ik, nou, hoe moet ik met dat ding? En ik heb hem al jaren. En hij is ideaal. Heel simpel eierkokertje. Ze zijn niet eens meer te koop deze, maar ze zijn zo handig. Want je zet het erin. Je stelt in hoe je hem hebben wil. Je maakt je nergens druk op. En op een gegeven moment piept dat ding en is het ding klaar. En dan is hij half zacht, zacht of wat je wil. Heerlijk. Ik berg mijn tosti
Nee, hoe heet dat ding? Het is geen tosti-apparaat. Broodrooster. Op. Achter uw rug om. Zo. En ik ga ook achter de rug van de kijker om. Ga ik even een paar eieren kopen. En of ik er nou 2 of 3 ga gebruiken straks. Want kijk, als ik die salade maak, is die morgen nog goed. En als ik denk, nou, ik gebruik er 2. Dan is die door, hè, dan is die derde ook alweer een gekookt ei. Dat blijft wel even goed hoor. Dus met een dag of 2 nog niet eens bedorven. Dus zeg geen nee, koken 3. Kijk, er zit zo'n bekertje bij. Met maat. Ja, dat kan je niet lezen misschien, maar... Heel simpel systeem. En ik mik hem beter... Ik mik hem altijd tussen zacht en half zacht. En dan komt het altijd... Dan zijn ze voor mij perfect. Ja... Zoiets hoort je. Ja, hij komt vrij nou. Deze komt goed. Er zit er onderin ook nog zo'n prikgevalletje. Ik heb heel lang niet gedacht wat scherp puntje. Maar dan moet je dus even het bodempje van die eiken ermee inprikken. Dan barsten ze niet tijdens het koken. En volgens mij was het Anja. Mijn vriendin Anja. Die mij daarop attendeerde. Van, zo werkt dat, Cora. Oh. Ja. Nou. Hop. Dekseltje erop. En zet je me, dan zet je hem aan. Want op een gegeven moment begint hij al te piepen. En dan zijn die eieren klaar. Helemaal. Heel fijn apparaatje is dit. En ik ben niet zo van de elektrische apparaten in die zin. Maar deze is echt geweldig. En wat ga ik nog meer doen? Ik ga gierst koken. Ja, gaan we doen. Want wat ik vanavond niet opeet aan die gierst, daar kan ik morgen ontbijt mee maken. Daar kan ik vegetarische hamburgers van kneden. Ik kan het in de vriezer gooien. Ik kan een nasi mee maken. Ik kan het... Oh, gierst is zo veelzijdig. En zo voedsel. Vroeger was gierst het voedsel van de armen. Ja, werkelijk. En nou is het een soort hippe... Ja, ik moet wel heel hip zijn. Maar ben ik natuurlijk. Nee, gierst is echt gierst. Gierst is snel klaar te maken. Ja, ideaal. Je hebt het echt en je hebt er geen omkijken naar. Te gebruiken in plaats van aardappels of rijst en licht verteerbaar. Gierst is een verzamelnaam voor een aantal graangewassen die verspreid zijn over de hele wereld. Maar het is geen tarwe, het is een zelfstandig graangewas. Ja, ideaal. Ga maar eens even googlen wat gierst. Wat je daar allemaal mee kan. En... Je kunt het bijvoorbeeld, als je aan 1 kop gierst 2 koppen water toevoegt, dan krijg je een wat drogere korrel. Je kunt gierst ook droog, dan rooster je het in een droge koekenpijn, net zoals dat je zaden roostert. Pijnboompitten, hè? Roosteren. Totdat je denkt, nou, het begint wat te bruinen. Het mag natuurlijk niet aanbranden. En dan stort je het in een zeef en dan spoel je het met koud water af. En dan spoel je het stof eruit. En dan vervolgens dan krijgt de gierst een hele lichte nootachtige toon.
Je hoeft dat niet te doen. Je kunt het ook gewoon even afspoelen in een safe en zeggen, nou, ik heb geen tijd of geen zin om dat ook een beetje te roosteren. Maar als je het roostert, dan gaat die korrel iets meer openstaan ook. En dan neemt het wat meer flavor op van de ingrediënten. Maar het heeft er ook een soort hele lichte nootachtige toevoeging aan smaak. En dus dat kun je doen. En je kunt het ook gewoon even, als ik één kopje gierst afmeet en ik spoel dat in een vergiet, gewoon, je spoelt het stof eruit, dat is best biologisch. En dan voeg ik 2 kopjes water toe, in een pannetje, en dan breng ik dat aan de kook. En nou, snufje zout erbij. Ik doe graag een schilletje van een biologische citroen, een stukje biologische citroenschijf. En een schijfje gember. Of wat geraspte gember uit de vriezer. Dat geeft een hele lekkere, licht pittige toon. Die ik zeer waardeer. Maar als ik bijvoorbeeld. Dan krijg ik wat dan. Hè, dan kan ik. Je brengt gierst even aan de kook. En dan haal je het van het vuur. En dan wikkel ik het in een dekentje of onder een paar kussens. Je dekt het af net zoals een theemuts. Je isoleert de warmte in dat pannetje. En dan kijk je er niet meer naar op. En dan hou je later kijkjes. En dan is het precies hoe je het hebben wil. En als jij als jij denkt van nou, ik wil niet zo'n hele droge korrel. Ik wil hem wat smeuiger. Nou, dan doe je bijvoorbeeld 1 kopje gierst op 1,5 kopje water. En het is 1 op 1 of je doet wat meer. Net wat je wilt met die gierst na bereiding. En als ik gierst over heb, dan s'morgens, je kunt het koud mengen door kwark of yoghurt. Je kunt het ook koken met wat melk, kaneelstokje erin of iets als een soort ontbijtpap. Het is zo veelzijdig, joh. En het is super voedzaam. IJzer en mineraal en ik weet het allemaal niet wat erin zit. Het is echt super voedzaam. Zelfs, het is eigenlijk een soort vrucht, net als boekweit of zo. Heel toppie spul. En wat gaan we doen? Nou, sinds ik dat vlees aan het marineren ben vanmorgen. Hè, dat wordt een soort goulaschotel, gaat dat worden morgen. En nou, dus die gierst morgen, dat is in plaats van rijst, kan het er prima bij. Gaan we doen. Ik ga de gierst. Wat gaan we doen? 1 op 1 zo'n beetje, denk ik dat ik het ga doen. En ik ga hem niet roosteren. Nee, dat hoeft niet. Oké. Dus wat hebben we nodig? Een vergiet. Vergeet niet het vergiet. Nou, hier was hij. En een kopje. Nou, ik heb hier vanmorgen koffie uitgedronken. En die is opgedroogd. En ik doe niet te moeilijk. Dus ik gooi gewoon een kopje. En gierst, als dit kopje, je gaat het zien. Het is zo zuinig in gebruik. Wat betaal ik hiervoor? Zo'n groot pak gierst. Nou, laat het 3 euro something zijn of zo. Iets in die geest. Een kilo is dit. En echt, dat betaal ik. Dat is niet zo duur. En als je het bijvoorbeeld via Pit & Pit online bestelt. Maar ik koop het hier bij mijn plaatselijke leverancier. In biologische producten. En verhoudingsgewijs vind ik het goedkoop. Want 1 klein kopje gierst. Daar eet ik zo 2 dagen van. Serieus. Het zet uit, joh. En het is voedsel. Dus ik doe 1 koffiekopje. Droge gierst. Nou, hoe groot is dat kopje? Nou, zo groot is dat kopje niet. Wat zal het zijn? Maar daar heb ik. Ik weet wel wat ik op ga leveren. Meer dan ik vandaag ooit opeet. Maar ja, weet je, ik ga gas gebruiken. En. Nou, zoveel gas gaat dit trouwens niet kosten.
Maar ik ben ook niet goed in voor één persoon voor één dag koken. Het wordt bij mij altijd te veel. Ik heb altijd over. Ja, ik heb altijd voor kinderen en gezinnen en gezelschap en vrienden, vriendinnen en ik weet het allemaal niet wat. Familie en koren stond altijd te koken. En ik vind dat leuk. Ik hou van koken. En voor mezelf koken, daar kan ik enorme moeite mee hebben. Sinds al het andere is weggevallen, basically. Maar zoals nu, dan geniet ik weer van de hobby die ik altijd al gehad heb. Had ik als kind al. En dan denk ik, nou, weet je, ik deel dit gewoon. En al zou het maar zijn met mijn zussen. Met vrouwen zoals ik. En het is een eer als je gewoon lekker koopt, toch? Als vrouw, moeder, grootmoeder, buurvrouw, oma, weet ik veel. Vroeg of laat zal het van pas komen. En het is een kunst. Kookkunst. Ja. Nou, ik heb de gierste afgespoeld. Beetje het water eruit geschud. Die eieren even aan de kant. Ze hadden een aanbieding XXXL. Bij de Lidl. Oké, daar gaat mijn ei koken. Dus, die zijn klaar. Kijk, handig, want je tilt ze zo uit. Hup. Afspoelen in koud water. Die moet je goed laten schrikken. De pellen te maffelen. En dan stop je het garingsproces. Dus ik hevel ze even over in een pannetje koud water. En dan zal het wel goed komen met die eieren. Hop. Klaar. Afkoelen laten. Volgens mij is er een muziek afgelopen. Gierst. Dan is even Shen. Wat voor pannetje hebben we vandaag? Nou, deze is wel ideaal. Of is die wat te klein? Nee, kan wel. Kijk, dit is niet mijn keus van aankoop. Ik zou hem nooit, maar hij is ideaal. Dat is wel grappig eigenlijk, want die heeft Hilda, mijn schoonzus, die heeft die hier ooit heen gesleept met iets erin. En ja, die blijft slingeren. En hij is hier nog steeds Hilda, heb ik gehad. Als je hem terug wil. Ik kon hem niet brengen, want ik heb ooit een keer bij jullie aangebeld. En toen snauwde jouw man mij toe dat ik dan niet welkom ben in dat huis. Oh, nou, dan niet. Maar hij staat hier, dus als je denkt dat ik ooit iets van je heb, je kan hem komen halen. Maar ideaal ding in de praktijk. Als ik hem ooit in de kringloop tegenkom, nee. Ik heb zulke leuke pannen gevonden in de kringloop. Volgens mij heb ik ze ook wel gefilmd. En nou ja, je kunt zien dat mijn filmpjes veranderen de laatste tijd. Dus ze gaan over naar huistuin en keuken. En het is de tijd voor mij, voor huistuin en keuken. En natuurlijk zal ik blijven posten als er iets is te posten. En Charismania en al die dingen. Maar ik weet dat de tijd gekomen is en want voor alles is een tijd. Maar de tijd is gekomen dat ik hier ben. In mijn huis. Kijk, dan heb ik dus één kopje gierst. Gewassen gierst.
En dan doe ik er 2 water bij. Hoppatee. En dan doe ik er een beetje zeezout. Ik hou het in een blikje in het plastic. Want dan blijft het vochtig. Het moet wat vochtig zijn. Het is van nature wat vochtig, hè? Gewoon, ja, natuurlijk Atlantisch zeezout of zoiets. Er is niks mis mee, hè? Kijk, fabriekszout is slecht voor je aderen. Daar krijg je cholesterol van. Maar natuurlijk zout. Dat heb je gewoon nodig, man. Alles met mate, uiteraard. En, nou, het kastje dondert ook uit elkaar. Zoals ik al zei, ik heb toevallig... Hoeveel bestaat niet, maar ik heb vanmiddag een biologische citroen gehaald. En dan doe ik gewoon een schijfje zo. Kijk, ik heb het ook al gebruikt voor de marinade. Gewoon een schijfje zo. Bij de eerst. Zie je? Hup. En gember. Maar dat moet ik even uit het hok pakken. En ik heb het vuur laag gezet, dus we zetten rap die gierst erop. Want die gewoon geen gas verspillen. Toch? Auw. Hij is vrij smal. Heel raar. Rauwe gember bewaar je gewoon in de vriezer. En deze is al wat ouder, zie ik. Ik heb wat dikkere, nieuwere liggen, maar deze gaan we even een beetje aan stront hakken. Op een of andere manier. Mijn messen zijn een beetje ontzettend bot en zo tegenwoordig. Maar die... Ik zal even proberen. Ik wat van die gember kan afhakken. En dan smijt ik hem er in zijn geheel in. Oh, ik heb hier niet zoveel zin in en kracht voor. Ik breek hem door de helft, geloof ik. Kijk, hier heb ik al een stukje in. Dat smijt ik zo weer in, hoor. Dan trekt het wel mee. Dat komt wel goed. Maar ik heb geen zin in dit glazen. Yo. Ja, doe maar. Goh, joh, echt. Ja. Kijk. Nog zo'n stuk. Hop. En de rest, nou, dat gooi ik de vriezer weer in. Zo makkelijk is het. Gekocht. Niet dat die dingen een drol kosten, maar ja, het zijn van die dingen. Hè? Waar je dan een half jaar, of ik in mijn geval denk, oh ja, ik moet ook eens een pappel, terwijl die van mij weggeeft. Nou, dit komt goed. En wat gaan we doen? Ik heb hier een kohlrabi.
Echt, jongen. Dat is lekker en gezond. Uiteraard. Een soort radijsachtige, zoetige smaak heeft hij. En vol calcium met vitamine C. En ja... Een soort fris groen appeltje is het eigenlijk. Ja, serieus. En veel mensen zijn gewoon onbekend met kohlrabi. Kijk, alles wat vlezig is aan de kohlrabi, zie, dat ga je er weghalen. Dus je schilt hem vrij grof. Alles wat vlezig is, dat je moet het sappige, radijzige... Dat ga je... De rest schil je eraf. Dat zie je wel. Je ziet het wel. Als je niet blind bent. En anders hoor je het. Als je blind bent, dan kan je het nog wel horen, denk ik. En proeven, toch? En ja, een beetje kok. Lekker, joh. Echt. Heel sappig. Heel radijzig appeltje. Fris groen appeltje-achtig. Boordevol vitamine, mineralen, alles wat goed voor je is. En dan hebben we hier zo'n fris geschilde kohlrabi. Kijk, joh. Echt. En dit is veel te veel voor mij, mijn huppie natuurlijk. Dus ik denk, wat ga ik morgen eten? Ik ga morgen die goulash-achtige, dus er kan wel wat salade bij. Maar, dan nog hoor. Als ik hem eens geheel maak, nou dan zit ik volgens mij 3 dagen in om te vreten. Ja. Nee, ik ga even 1/2 in folie doen in de koelkast. Hij is geschild. Je kunt hem ook stoven. Je kunt hem roerbakken. Je kunt hem in soep verwerken. Je kunt met kohlrabi echt alle kanten op. Dat kun je met alle groenten. Met alle graanproducten, met alle vlees. Het is een product en jij gaat daar iets mee doen. En het hangt vanaf wat je inspiratie is, wat je weet, waar je op de wereld woont. Ja, de kennis die je hebt van een product en de bereidingswijze. Maar 1 product en 180.000 bereidingswijzen van hetzelfde product natuurlijk. Dat is koken. En hoe meer kennis je daarvan hebt en weet van oké, dit en dat combineert met dat. Nou ja. Dan kun je ermee gaan spelen, hè. Ja, koken is een hobby van mij. Ik heb er nog bijna nooit een woord over gezegd op mijn hele YouTube kanaal niet. Maar het is een serieus hobby voor mij. Vanaf kind altijd al zo geweest. En het is tijd voor mij om thuis te zijn. Om te gaan haken en breien en koken. En weer met mijn vintage bezig. En gewoon hier te zijn. En het hok, mijn laadjes. Gewoon wat is er in dit huis? En hoe ligt mijn erf erbij? En... En gewoon hele simpele dingen. En dus daar zijn we lekker mee bezig. En daar hoort koken ook bij. En ik geniet ervan. Nou kijk, de gierst. Die is aan de kook gekomen. Ik kan wel even een ding afpakken. Maar ik zie niet wat ik... Even kijken, ik zie het wel. Moet ik meekijken. Wat is dat ding? Dingelingeling. Zie je het? Ja. De gierst pruttelt. En dan ga ik die gierst
Deksel erop. Van het vuur af. En hoe gaan we dit even doen? Hoe ga ik je dit even laten zien? Ja, die roei met de riemen die ik heb. Ik heb geen apparatuur en al die shit. Dit pannetje ga ik gewoon inpakken in een... ik heb in de kamer wel kussens, ik heb wel dekentjes en dus ik ga dit pannetje ga ik gewoon inpakken. Als in een theemuts, zodat de warmte isoleert en dan is die gier straks, je gaat het zien, die gier is straks gewoon perfect. Kost geen gas, kost niks. Zo simpel is de bereiding van gierst. Maar dat kun je ook met rijst doen, dat kun je met bonen, dat kun je overal mee doen. Het garingsproces, vroeger noemden ze dat een hooikist. Hadden ze speciale kisten met hooi geïsoleerd. En dan deden ze uit armoe of werk waarom ze dat deden. Maar het werkt gewoon. Het is een ideale bereidingsmethode om gas te besparen. Of elektrisch koken te besparen. Gratis en voor niks. Serieus. En je hoeft geen hooikist te hebben. Je creëert je eigen. Je isoleert de warmte. Dat is wat je doet. Net als dat ze in Afrika begraven ze het in het zand. Ja. Nou, ik heb hem gewoon op de bank. Die bodem van het pannetje was ook niet meer zo heet. Ik denk, oh. En dat matras is oud. En je zet er even een warmhoutplaatje onder of iets. Nou, je zet een dekentje overheen, een kussentje overheen. Ho! Die warmte gaat nergens heen. Dat voelt heel goed. Ik verdeelde... Kohlrabi heeft in twee stukken. Het ene stuk is wat groter dan het andere, maar ik hou het even. Dit stukje is meer dan daar heb ik morgen nog genoeg aan. Dus het grootste, de grootste helft van de kohlrabi, die doe ik even in folie in de koelkast. En dan kan ik daar morgen. Ja. Kohlrabi soep, kohlrabi brandnetelsoep, voor mijn part. Kohlrabi door de bami. Je zult het nog wel kunnen invriezen. Oh, ik heb het nog niet gegoogeld. Ik heb het ook nog nooit gedaan met kohlrabi. Maar deze is voor een andere keer. Dan hebben we straks gierst. En ik ga dus een kohlrabi eiersalade maken. Hele spontane inspiratie, keukeninspiratie, wat ik hier überhaupt aan het doen ben. Ik denk, ik knal die camera in aan. En we gaan het beleven. Want ik weet eigenlijk voor de rest nog helemaal niet zo goed wat ik verder nog maken ga of niet. Gierst met kohlrabi eiersalade. En nou, zeg het maar. Iemand een idee? Mijn camera staat. Ja, dat zullen we eens even doen. Nou,
ik heb iets uit de vriezer gehaald. En ik weet eigenlijk niet wat ik uit de vriezer heb gehaald. Soms heb je dat. Dan is, maar ik ben niet van naam en datum. En ik weet dat het niet te lang moet duren gewoon in de regel. Dat je denkt, nou, dat moet onderhand maar even opgegeten. Dan trek ik het eruit en dan doe ik het en denk, oh ja. Dus ik heb iets uit de vriezer gehaald. En dat is iets met doppertjes en waarschijnlijk vlees. Het zal wel een of ander curryachtig iets zijn. Schat ik zo in. Nou, dan hebben we gierst met een van de curryachtig iets. En een lekker fris, voedzaam slaatje erbij. Met dille. Ik ben gek op dille. En er was vandaag een aanbieding in de Lidl. Ik kwam in de Lidl. En er was een aanbieding. Twee van die dingen van dille. Ja, 1,50 totaal. Ik ben gek op dille. Ik vind het zo lekker. Tomatensoep. Ik had eergisteren of zo had ik verse tomatensoep gemaakt. En echt met getrokken van echt merg. Bouillon getrokken van merg. Het vette van merg, hè, staat er ook in de psalmen. U verzadigt mij met het vette van merg. Ja, want dat is dat vet van merg. Dat is heel goed voor je botten, voor je gewrichten, voor je pezen, je tanden, je haren. Dat is gewoon zo. Het vette van merg. En ik met enige regelmaat maak ik soep, verse soep met merg en been. Ja, serieus, dat is goed. He, hoe ouder je wordt, is dat collageen. Je kan het ook kopen in potjes, weet je. Maar beter maak je het gewoon zelf. Of je maakt het niet zelf, maar je neemt het op door het te consumeren. Bijvoorbeeld door verse soep te maken met merg en been. Ja. Ik ben de kohlrabi, ben ik eigenlijk in een soort lucifers. Weet je, koken is voor mij ook ontspanning, hè? Dit gewoon een beetje, ik heb geen haast. Het is vrijdagavond. Ik hoef nergens heen. Ik heb eten in huis, de kust en de keur. Hè? Lekker thuis, jongen. Wat een zegening. Wat een, tel uw zegeningen, één voor één. Ja, echt wel. Wat een luxe, joh. Kijk mij nou hier. Wat een luxe. Wat een luxe. Wat een weldaad. Ja, serieus. Goh, dan ben ik zo dankbaar, hè. Dat soort momenten. Gewoon in mijn keukentje staan. Een beetje in de kohlrabi om te hakken. Ja, serieus. Tel uw zegeningen één voor één. Nou, ik wel. Ik wel. Ik word natuurlijk op. Of natuurlijk, ik word op door menigte versleten, zijn er andere bittere, gestreste drank. Verdampende middelen verslaafd, ik weet niet wat voor type. Oh. Nou. Ik film dit live, weet je. Ik pretendeer helemaal niet iemand te zijn die ik niet ben hier. Ik heb hier niet op gestudeerd. Het is gewoon voor spontaan wat ik doe. Ik denk, weet je, ik ga het gewoon weer eens even doen. Ik hou van koken. Ik wou eigenlijk al jaren met mensen delen wat ik kook. En de kennis die ik daarvan heb en natuurlijk delen. En ja, het is mijn hobby. Maar je hebt ook een blik in mijn keuken, maar ook in mijn leven. Weet je, ook in wie ik ben. Ja, toch. Nou, ik vind hem goed. Ik heb zulke leuke schalen weer in de kringloop gevonden. De ene nog leuker dan de andere. En ik ga gewoon even een leuke schaal. Mijn leukste ga ik even. Mijn leukste die ik heb. Ga ik even pakken. Gewoon omdat het kan.
Nou, voor het mengen der ingrediënten kies ik gewoon even een heel oud, geweldig jaren 60, ja of 50. Ik weet het niet, ik vind hem zo fantastisch. Ja. Hoe blij je kunt worden, hè, van simpele dingen. Ik wel. Ik wel. Prachtig toch, zo'n schaal. Ik vind hem mooi. Alrighty. Kohlrabi'sje erin. Nou, doe ik een biologisch appeltje bij. En ik ga hem met schillen al... ga ik hem erin mikken. Hij is biologisch. Dus ik was hem alleen even af. En wat gaan we hier nog meer in gooien? Nou, een beetje mierikswortel. Ik heb ooit verse mierikswortel bij een groenteboer in Vlaanderen hier vlakbij gekocht. En die heb ik toen in de vriezer gegooid. Dat is een behoorlijk ding ook nog. Dat was helemaal niet duur. En ik heb hem toen uiteindelijk zo wel en niet en eigenlijk zo weinig gebruikt. Dat ik hem op een gegeven moment jaren denk, nou wat moet dat ding hier nog in de vriezer? Ik weet, nou volgens mij kun je die dingen heel lang bewaren. Maar tegenwoordig, ik kom geen verse mierikswortel tegen ergens. Maar ik ben inmiddels helemaal verslingerd aan mierikswortel. En nou kom ik erachter dat het dus ook nog een keer vet gezond is. Maar nog heb ik dus een potje van kuren. Maar nee, als ik weer aan verse mierikswortel kan komen, dan zal ik het niet laten. Hele lekkere, pittige, beetje mosterdachtige. Ja, heel lekker gewoon. En nou ja, wat ik zeg, het schijnt dan ook nog heel gezond te zijn. Dus, en ik zal er wel, mijn lichaam zal er wel behoefte aan hebben. Dat denk ik dan serieus ook wel, hè? Soms dan heb ik zo'n behoefte om dit te eten of dat te eten. En dan heb je gewoon een tekort aan het een of het ander. En dan geeft je lichaam dat ook wel aan. Mooi systeem. Mooie fabriek. Ja. Ik bedoel hoe onze vader dat gewoon van nature ook wel in ons heeft gelegd. Hè? Alarmsystemen en... maar ja, je kent het ook, doodzwijgen. Dan raak je van jezelf vervreemd. Nou. Appeltje voor de dorst. Biologisch appeltje gaat bij de kohlrabi. En wat gaan we hiermee bij gooien? Mierikswortel. Altijd even doorroeren. Mosterd ook. Altijd even doorroeren. Hop. Ja, lekker. En gezond. Dan doen we... ook een beetje... ik doe gewoon een beetje... frietsaus. Ik ga het niet zelf maken. Je kan ook zelf mayonaise maken. Ja, ik ben niet aan het hoofd cuisine. Dus ik hou even gewoon uit een ordinaire bereide pot. Ellende. Kom op. Zo erg is het allemaal niet.
In elk geval, ik doe er een beetje mayonaise bij. Gewoon een beetje zo van, ja, dikke theelepel, flinke theelepel of zo. Klein eetlepeltje, zoiets. Nou, die pot is ook zo ongeveer leeg, maar wie bent ze? Wat hadden we weer? Ja, nou komt de gewetensvraag. Is mijn yoghurt nog goed? Want die heb ik al een week niet open gehad. Nou blijft yoghurt verbazingwekkend lang goed. En hier markeert volgens mij geen klap aan. Echt, en deze stond ook nog in de koeling bovendien. Nee, dik in orde. Yoghurt blijft echt verbazingwekkend lang goed. Ik heb ook ontdekt trouwens dat biologische melk buiten de koeling 10 keer zo lang goed blijft als al die andere melk. Dat heb ik ontdekt toen ik op reis was vorig jaar naar Portugal en ik had geen koeler. Ja, dus moest ik hem op gas aansluiten en had ik allemaal geen zin in. Dus ik reisde zonder koeler. En toen kwam ik erachter. Biologische melk, dat blijft verbazingwekkend lang goed. En die zogenaamd houdbare shit is zomaar stemloop. Heb dat pak, is het zomaar bedoeling. Hop! Volgens mij is hij goed. Ik bedoel goed geschud, want hij is goed van smaak. Ja jong, perfect. Dus klaar, hop. Scheut de yoghurt erbij. Kijk, je kan ook dure crème fraîche kopen. Maar als je in de Turkse keuken kijkt en al die keukens, dan werken ze al heel gauw met yoghurt. En helemaal niet met crème fraîche of zo. 3 keer zo duur. En je hebt natuurlijk wel verschillende diktes van yoghurt. Je kan ook zelf yoghurt maken. Ik ga de dill erdoor doen. Dill is gewoon mijn lievelingskruid. Met name wel. Combineert zo, en vooral met ei ook. Oh, dillen. Gebakken aardappels, dillen. Tomatensoep, dillen. Oosten, ja, ik gooi dillen overal in. Ik heb het ook wel eens gegroeid zelf op een balkon. Een balkon op het zuiden. En iedereen zei dillen. Nou, dat is moeilijk. Nou, het groeit als kool. En ik heb een serre hier. En die moet echt nodig aangepakt voordat die instort. En die is ideaal om er een kas van te maken. Dan kan ik alles. Zolang ik hier woon, kan ik je daar zomer en winterdag, kan ik daar gewoon groente in kwijken. Van alles in kwijken. En het is tijd om het te gaan doen, geloof ik. Er staan nog meubels in, vintage meubels. En ik moet gewoon weer aan de slag met mijn vintage handel. Ik heb een huis vol met die rommel. Ik heb het allemaal gekocht, eerlijk betaald. Ik ben gek op die rommel. Maar wat moet ik met al die rommel? Ik moet er wat mee gaan doen. Ik moet niks, maar dat... Ik voel dat dat zo is, dat de tijd gekomen is dat ik mijn creativiteit weer oppak en mijn hobby's. En, hè? En het is me allemaal ontnomen door mensen die geen zegen waren in mijn leven, weet je. En ik heb geleerd om die mensen van mijn tuinpad te weren. Van, wat kom je hier nou eigenlijk doen? En... ik ben niet haatdragend, helemaal niet. Maar ik ben gekke Gerritje ook niet. En, hoe meer de wereld in tumult komt en in paniek raakt, hoe meer ik tot rust kom. Serieus. Serieus. En, omdat de Heilige Geest woning heeft gemaakt in mijn hart, kom ik ook daadwerkelijk... steeds meer in de rust waarvan Jezus gesproken heeft. Ik hoef niet te streven naar mijn identiteit te ontdekken in Christus.
Ik hoef niet naar profetische conferenties om mijn ware, authentische bed te ontdekken. En ik hoef niet te proclameren. Nee, joh. Nee. Het echte leven met Jezus, dat is... Ja, dat gaat over de praktijk van alle dag gewoon. Het dagelijks leven en hoe je daarin mag leren om ontspannen te wandelen in het licht met Jezus. Zijn geboden doende tot getuigenis van hem, weet je. Dat is zoiets anders dan die charismatische waanzin waar ik uitkom. Het is waanzin, het is waanzin, het is waanzin. Het is waanzin. Ik heb ze op mijn nek. Volledig. En het is waanzin. En, nou, we snijden delen. Weet je wat je doet? Je kruiden, die prak je zo... Je rol je, draai je tot echt zo compact mogelijk. Dus je klemt het tussen je vingers. Dan moet je kracht voor gebruiken. En dan snij je het zo fijn mogelijk. Je snijdt net niet in je vingers. Maar je snijdt een beetje wel. Net zoals dat je knoflook heel fijn. Dat is, en dan komt die geur vrij. Als jij kon ruiken wat ik hier nu ruik. Dan komt die geur vrij. Dat geldt voor alle verse kruiden. Die als op het laatste moment aan een gerecht toevoegt. Dan is dit de manier om dat te doen. Echt jongen, dat is... Ja, je kan niet ruiken wat ik ruik, maar... Het echt heerlijk is dat. Nou, wat hebben we nou? Kohlrabi, appel. Een beetje mayonaise. Dille. Heb ik er al zout in? Nee. Heb ik nog niet. Ik kies voor Himalaya zout. Ik gebruik alleen natuurlijk zout. Himalaya zout, Atlantisch grof zout. Of na de bereiding van het gerecht dat ik denk, nou dit zout. Kijk, als je aardappels kookt, doe ik Atlantisch zeezout. Maar zo'n salade, die grove brokken, dat niet in deze salade. Een beetje Himalaya zout. Ik kies wel voor wat gemalen peper. Ja, Cora, denk eens even na. Een beetje mosterd. Ein bisschen Friede, ein bisschen Freude. Een beetje mosterd en een beetje dille. Weet je, het is ook... Voor mij is het therapeutisch. Al lekker, heerlijk, ontspannend. Altijd al geweest, mijn hele leven al. Niet te veel in één keer, gewoon even... beetje proberen. Maar ik denk dat het me wel wordt. Beetje citroen. Ja, gaan we doen. Al was het alleen maar omdat het rijmt. Ein bisschen citroen. Oh, dat gaan we doen. Komt ie hoor. Hop. Kijk, dat is kokkerellen. Dat is gewoon ontspannen bezig zijn. Zoals een andere schilderij maakt. Of weet ik wat een ander doet voor zijn tijdvermaak. Kohlrabi salade. Ja, je kan hem natuurlijk zo bond maken als je zelf wil. Hè? Ik hou hem zo eenvoudig mogelijk. Daar heb ik zin in. Zo eenvoudig mogelijk.
zit je mij nou luxe paard. Nou, we gaan het hem even proeven. Nou.